Hallo, wij maken een filmpje over de William Pontstraat. Ik ben Rosa Bronstijk en onze filmvrouw die zometeen ook gaat interviewen is Jamie Karsten. Vindt u het hier gezellig wonen? Over het algemeen wel. Oh, heel fijne straat. Ja, het is heel gezellig. Hey. Hallo, we zijn hier bij Deen. We gaan nu mensen interviewen. Hallo mevrouw, mogen we u misschien interviewen? Ja hoor, dat mag. Oké, wat vindt u van Deen? Nou, een super winkel. Vindt u het hier fijn werken? Ja, erg leuk. Ik vind het erg leuk werken. Want zijn het leuke collega's? Hele leuke collega's, met de klanten zijn ook heel leuk. En je hebt heel goed contact met de klant. Want je moet natuurlijk pakketjes in elkaar flansen, in mensen helpen. Dus erg leuk. Hebben jullie ook wel eens buurfeesten? Nou, dat hebben we toen alleen gehad met de feesten. Het laatste was met 650-jarig bestaan. En dan gingen jullie allemaal verkleed? Ja. We beginnen al gelijk met de tuin, want die is heel super mooi. Hallo mevrouw, mogen we interviewen? Natuurlijk. Wij moeten interviewen over de William Pontstraat. U woont hier niet zeker? Nee. Woont u wel in Edam? Ja, ik woon wel in Edam, maar niet in de William Pont. Dit is de William Pont, hè? Ja, dit is de William Pont. Ja. Maar u komt net van Deen, denk ik. Ja. En waarom gaat u altijd naar Deen? Nou, ja, lekker dichtbij. En het is, ja. En vindt u de producten goed of niet goed? Ja, goed hoor. Ja. En koopt u het meest gewoon de echte producten of meest perfect? Nou, daar let ik niet zo op, eerlijk gezegd. Dus u pakt gewoon... Wat ik nodig heb, ja. Oké, okay, ja. Ja. Nou, ik vond het een leuk interview. Nou, graag gedaan. Dank u wel. Succes verder. Ja, dag. Meneer, mogen we u misschien interviewen? Ja, dat kan hoor. Waar gaat het over? Over de Frisse Blik, over een project van school en over deze straat. Een project van school over? Over deze straat waar u in woont. Straat. Wat wil je van deze straat weten? Vindt u het leuk om in deze straat te wonen? Ik vind het wel leuk om in deze straat te wonen. Vindt u het ook gezellig? Die straat is ook wel gezellig, ja. Mevrouw, of meneer bedoel ik, sorry, het spijt me.